Wie de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door Abiant Oetsend Groep. Kijk eens even. Net buiten Zoutkamp, nou ja, dit is Munnekezijl, zo kun je het ook noemen. Dit is Bakker Bio. En kijk eens. Is u Bakker hem zelf? Ja, ik ben Bakker hem zelf. Jan Willem is de naam. Mooi Jan Willem. Mooi. Mooi kerel. Maar, dit is een geweldige plek. Ja, dit is een geweldige plek om te wonen en te werken. Oh geweldig. Kerel, ik heb jullie al zo lang op mijn lijstje staan. Ja, hè? Nou, ja, vooral voor de biologische bloemkool. Ja, dat is best mooi op tijd vandoor. Is bloemkool op tijd? Nou, we beginnen woensdag te snijden, maar er zit vast wel een mee in. Echt hoor? Ja hoor. Ja. Jeetje, jullie doen alles biologisch? Ja, zeker. Ja. Waar gaan we als eerste heen? Nou, bloemkool, maar ga je wel op beschouwen? Ja, ik heb niks anders. Ah, ik was zo net in het land, ga het wel. En anders loop ik maar over de schouw, dan moet ik niks zoet. Ja, zo waai. Is dit bedrijf al lang? Ik ben 20 jaar bioboer nou, ja. Nou, bevalt dat? Ja, al best, en dan deed we het niet, hè? Nee! We hebben er al lang mee gestopt. Ja. Nee, hoe lang je eerst een ander bedrijf, of was dit het eerste wat je begon bent ook meteen? We zijn in Muntjes Hiel begonnen en dit is een bijkom. Ja, 12 jaar geleden, zeg maar. Ja, je komt nooit echt uit de traditionele landbouw, zeg maar. Mijn pa die was melkveehouder en ik dacht ook dat ik een hoop kort moest melken. Maar ja, het is anders lopen. Vond je dat nou meer leuk? Of, ja, dat is ook mooi vaak. Maar ja. Dit vind ik nog mooi, maar zondag ben je vrij. Ja, nee, maar het is gewoon... Nee, maar dat is wel een ander, dat is wel een belangrijk verschil. Een ander ritme, maar ja. met bloemkool, ja, dat is ook wel een handenbindertje hoor. Ik ben alle is dat wel, zo? Ja, je bent alle ook wel met... Bloemkooltjes vroeg wel aandacht? Die vroeg wel aandacht, ja. Echt wel? Ja, zeker, ja. Daar moet je elke dag wel bij wezen. Ik ben nou wel nieuwsgierig. Ik associeer bloemkool altijd zo met herfst, winter. Ja, maar gewoon altijd Nederlands seizoen is van, nou, de vroegste die hebben wij dan niet, hè. Dat is dan in april. En dat begint nou eind mei begint de eerste Nederlandse. Dat is eigenlijk ook echt het seizoen wel. En nou ja, ik ben niet de eerste dat die hier tegen Waddenkust, maar het is nou, het begint nou, ja. En dan, Nijerappeltje, roomboter, bloemkooltje, niks mis met. Summerdeur en herfst, dat loopt meestal wat beter nog. Dan groeit ze even wat makkelijker. Dit is even wat meer een uitdaging deze tijd van het jaar. En dan herfst en dan, nou, half november willen we wel klaar zijn. Dan moet we wel een beetje aflopen. Moet wel buurt wezen. Ja, en dan wordt nou vies en dan. Leuk man. Ja. Doe eerst een mes al, Bibi. Ik heb een mes, Bibi. Not for me, hoop ik. Nee, dat mag je niet ook. Heb je geen bonje kriegen? Oh, dat staat ook een regeninstallatie. Is die vandaag? Ja, we staan al stil, hè? Ja, het is nou niet meer. Nee. Maar onderin is nog droog, hoor. Ja, het is wel klaar, hè? Ja, het is wel klaar. Het is allemaal dik en klaar hier, hè? Ja. Oh, dit is kool. Ja, dit is rode kool. Dit is de proeftuin. Oh, heb je een proeftuin, dit? Ja, een beetje zelf, een beetje, ja. Maar dit is rode kool en dat? Dit is onkruid. En dat is pompoen. Oh, pompoen. Dat is onkruid. Ja. Oh, die komen al mooi op. Ja, we zijn heel vroeg gezaaid. Ja. Oh, mooi. Ja, we zijn proberen zo, moesten samen misschien hebben proberen. Ja, dat doen we hier. Nou, is gauw gelukt. Is gauw gelukt, ja. Nou, is zo dat heel veel boeren zeggen van ja, heel veel biologische boeren. Ze willen natuurlijk allemaal biologisch. Maar biologische boeren zeggen, als iedereen dat gaat doen, dan wil het niet meer. Ja, een beetje geleidelijk. Dan komt pas wel goed. Ja, want ben je die bloemkopen, ben die veel duurder dan die van de ander? Dan de gangbare? Nou, er zit niet zo'n groot verschil in afboerderij, niet zo. Nee, hè? Nee, maar ja, in de logistiek, daar gaat het een beetje, ja, daar worden ze duur van, zeg maar. Oh, op land eigenlijk nooit? Nou, een beetje duurder, ja. Ja. Zaadkosten zijn wat hoger, maar ja, bemestingkosten zijn ongeveer gelijk en teeltkosten zijn wel redelijk gelijk. Arbeid is wel aardig hetzelfde. Dus ja, we moeten een klein beetje meer hebben, maar dat krijgen we dan ook. Ja. Maar geen beschermingsmiddel, niks? Nee. Dat is de kunst, hè? Ja. Dus maar als het zo makkelijk is, dan kan iedereen dat toch? Nou, de moeilijkheid van bloemkool, dat zit in de arbeid. Is dat zo? Ja. Waarom dan? Nou, het toedekken en dan het oogst, hè. Ja, woensdag beginnen we te snijden en dan staan we hier toch met 10 man, hè. Jongen, hoeveel heb je hier? Ja, dit is een perceel van 6 hectare, ja. Ja, daar moet er nog wel wat af. Ja, moet nog wel even. Hoeveel bloemkooltjes komen er dan af? Hoeveel?
Nou, de eerste keer 2 pelletjes, een keer 1000 stuks, maar dan de tweede keer, dan komt er wel een keer 10.000. Een beetje gas erop, zeg maar. Ja, dat moet eerst een beetje groeien, hè. Ja, stap voor stap. En dan, want ze lijken allemaal klaar, maar dat is niet zo natuurlijk. Nee, want we lopen ook even een blokje verder. Want deze zijn pas voor volgende week maandag klaar. Dat kun jij zo zien. Nee, dat nee we zijn er vanmorgen door geweest. die is toegedekt. Ik zie hier de blonko, hè. Oh, daar zie je hem al. Kijk eens even. Oh, een mooi klantje. Ja, hier is woensdag, nou, net aan de maat. Hey, maar dat toedekken, dat doe je dus zelf? Ja. Je dekt ze af? Ja, tot en met september, dan dekken we ze allemaal af zo. Daarna dan... Wat een werk! Ja, dat zei ik al. Druk steeds een eikbladen eroverheen. Ja, je pakt blad. Dit is die ding, zeg maar. Oh! Hoe is met die rug? Heel lang, hè? Jeetje. Is je rug nog heel? Nou wel. jongen, ja. Wat een waak. Dat is niet te automatiseren? Ja, er zijn naaimachines. Ah, er zit ook weer wat bij. Ja, ja. Ik kan hier wel even eentje voor je uitsnijden. Kijk, deze is al wat groter. Hier, hè? Ja. Nou, naar de eerste. Dit is de eerste, hè? Dit is de eerste van dit jaar. Ja, zeker. Pumperr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 
is voor jou ook alleen maar een momentje, denk ik. Oh. Tuurlijk. Nou, kijk eens even. Wat mooi wit. Jeetje. Ja. Is een biologische bloemkool nou ook lekkerder? Ja, ik vind het wel wel. Ja, meer smaak? Ja, ik heb er natuurlijk een bijsmaak bij. He, ja. Dus is sowieso lekkerder. En neutrale eter, merkt hij dat? Ja, denk ik wel. Ja. Het ligt wel een beetje aan bemesting en zo. Maar goed, er zullen andere mensen niet mee eens zijn. Maar ik zeg van wel en onze klanten zeggen het vaak ook wel wel. Het zit natuurlijk, je zit in de grondsoort, maar zit ook in de bemesting. En door een rustige bemesting, ja, dit is met koemest van ons eigen vee of geitenmest van een collega is dat bemest. En ja, dan krijg je een mooie, stevige, harde, lekkere kool. Ja. Wat mooi, dit is ook echt een prachtkool. Ja, ja. En waar gaan die dan heen? Nou, we hebben verschillende afzetkanalen, zeg maar. Onder andere Jumbo, Jumbo Nederland, de bio's. Dan een natuurvoedingswinkel, de bio-natuurvoedingswinkels. En een stukje export, ja. Duitsland bijvoorbeeld. Zijn ze gek op bloemkool in Duitsland? Ja, dat is wel lekker, ja. Ja, maar goed, in Nederland zijn we goed in produceren en logistiek is goed voor elkaar. Dus ja, dat kunnen we er makkelijk in. Veel export, hè? Ja. En dat is nu ook net weer open allemaal natuurlijk, dus geen probleem. Ja, dat gaat wel open, hoor. Groenten liepen sowieso wel door, hè. Oh ja? Ja, ja, ja. Hoe vind jij ze het lekkerst? Gewoon traditioneel met een sausje. Ja, hoor. Ja? Een beetje zout erop. Ja. En maizena papje? Een papje erbij, ja, ja, ja. En maak je dat dan zelf of koop je dat uit een pakje? Jacqueline maakt, hè? Ja. Oh ja, jij weet het helemaal niet. Goeie kok, hè? Nee, hoor. Dus, Wat een schitterend kooltje, Miel. Ja. Nou, gefeliciteerd. De eerste van het seizoen. De eerste eruit. Ja. Super. Ja. Nou, en dan de volgende 10, 20, 30, 40.000 moet er nog huis. Ja, 500.000. Ja. Echt? Haal jij hier 500? Nee, niet van dit perceel, maar dan is het volgende perceel aan de beurt. Ja. Jij doet per jaar 500.000 bloemkolen. Ja. Er moet wat gebeuren. Als die met 10 man gaan rondlopen, dan moet er natuurlijk ook weer wel wegkomen. Ja, dat is aan de kant. Die moeten ook betaald. Ja, ja. Wat tel jij nog meer? Moet je hem kijken? Ja. Ja? Zeg, JW, dit is Friesland, hè? Ja, dat is Friesland hier. Ja, maar dat is... Nou, daar is het al gunnen, hè? Ik reken dit als gunnen, is dat goud? Nee, de Friesen ook. Die zeggen dit is... Dit is Friesland. Nee, de Friesen zeggen dit is Gronings Friesland. Oh. Dus, oh, nou, dus niet meer over lulden. Prima, het is goed zo. Hey, dit is mijn eerappels. Ja, dit is... Hoeveel eerappels heb je? 12 bunden, ja. Pootgoed. Allemaal, dat is allemaal pootgoed? Allemaal pootgoed, ja. En, ja, dat gaat ver weg dus. Nee, dit blijft in binnenland meester. Oh ja? De biologische sector teelt voor binnenland. Oh? En, dit zijn... ja, deze rassen die liggen zeg maar voor de volgende jaar. Telers bijvoorbeeld uit Flevoland, die... Die maken dan consumptiearappel. Ja, consumptiearappel. Ja, ja. Goh, dat is ook, dat heb ik zo aan moeten wennen dat je eerst een aardappel moet telen, dan eruit en dan nog een keer moet telen wil je er een eerappel uit. Ja, maar je kunt deze ook wel eten, hoor. Wat voor eerappeltje is dit? Dit is de twinner. De twinner. Maar er zijn er meer dan twee.
Of was dat een domme opmerking? Dit is een... Ik ben zeker... Ja, kijk, ik ben wel klaar. Oh ja. Oh, dat is een mooie appeltje. Dit is een Vitoftra resistente aardappel. Nou, dat is grappig. Want ik was bij de boerderij hier aan de overkant in de polder. De proefboerderij. Oh ja, ja. En daar hebben ze 15 Vitoftra vrije rassen. Ja, op de dat is wel de toekomst, hè? Nou ja, goed, dat is iets waar de biologische sector heel hard om gevraagd heeft. Ja. Alsjeblieft. Want jij kunt eigenlijk niks zonder, als een aardappel Vitoftra, ja, dat moet je chemisch bestrijden, hè? Dat is weg. Ja, dan is het klaar. Dan is de teelt over. Ja. Goh. Ja, daar zijn we hartstikke blij mee hier, met de Twinner en met de Carolus. Dat is natuurlijk geweldig. Carolus is ook een mooie, chique naam. Ja, ja. Mooie, grunnige naam, vind je het nooit? Carolus. Carolus, ja. Daar zijn we heel blij mee. Ja. En dit zijn de podenaardappeltjes. Dit zijn de podenaardappeltjes. En die grote knolden. Want je zou zeggen, normaal mensen zoals ik uit de staat zeggen, dat ben neerappels. Ja, maar dit is de moederknol, hè? Dat is de moederknol. Die hebben we in april gepoot. Die pootje en daar komt deze. Komt dit uit, maar dan moet nog een beetje groeien. Ja, een beetje een vogel, hè? Een beetje eieren likken. Ja. Ik zal ook met domme opmerking, maar dat wordt helemaal gek van mij. Het lijkt heel makkelijk. En dat is het ook. Maar ja, je komt wel eens een keer wat tegenvallen. En dat is boerzijn, hè? Je wil wat afdwingen van de natuur. Wat wil je wil het graag hebben zoals jij het wil hebben, of je als consument het wil hebben. Ja. Nou, en daar brengt de schoen en daarvoor ben je boer. Ja, mooi vak, hè? Ja, goed. En de gangbare boer doet het op zijn manier en de bioboer doet het weer op een andere manier. Ja, ja. Dat is verschil. Maar het kan heel goed samen, hè, tegenwoordig. Nou ja, goed. We zitten hier natuurlijk in een landschap met gangbare boeren en bioboeren. Ja. Ja. Dus, maar ik weet nog wel een tijd dat gewoon gangbare boeren zijn, maar dat bio, jongen, dat is toch allemaal niks en geitenwolle sokken. Maar dat is wel helemaal over, hè? Ja, je leert toch ook wel van elkaar? Ja, er wordt wel anders over gesproken, absoluut. En je kunt natuurlijk veel van elkaar leren op een gegeven moment. Ja. Als uit de biosector deze ontwikkeling voortkomt, dat er Vitoftra vrije rassen zijn, en dat worden er steeds meer, dan heeft iedereen daar profijt van. Dan heeft iedereen profijt van en dan wordt er minder chemie gebruikt. En dat willen we natuurlijk allemaal, dat vinden we allemaal mooi. Ja, ja, ja. Tuurlijk. Ja. Wat hebben we hier? Ja, een bloemenstrook, maar daarachter zijn de knolzelderij. Wat een schitterende berm. Maar die heb je zelf aangelegd. Die hebben we vorig jaar gezaaid, ja. Mooi man. Ja. Hey, maar dat is knolzelderij, zei je? Dat is knolzelderij, ja. Daar ben ik dol op. Mooi. Heel lekker bij vis, hè? Ja, wil er een mee? Ik heb nog een van vorig jaar in de schuur. Van vorig jaar? Ja. Gaan die zo lang mee? Wat zeg je? Gaan die zo lang mee? Ja, lang bewaren, hè? Ja. Moet je nou een heftruck halen voor een kooltje? Ja. Nou. Gewoon allemaal knolselderijtjes nog. Ja hoor. Hou eens meubelijk. Ja. Nou, geweldig. Alsjeblieft. Dankjewel man. Ja, het is smakelijk. Nou, lekker, haal ik een visje in zoutkamp. Ja, doe dat. Nee, heb ik genoeg weer vanover. Ja hoor. Nou, dankjewel jongen. Ja. Oh, maar deze moet nog even. Ja, die staan er nog maar net in. Ja. Begin mei gepoot. Wanneer gaan deze eraf? Ja, dit is oogst begin november. Het staat heel lang op het veld. Ja. Jeetje. Ja. Daar heb je ook best veel van. Hoeveel hectare heb je ervan? Ja, hier 2 en wel de boerderij nog 6. Ja, 8 hectare met elkaar. Ja. Goh. Ja. Populairder geworden, hè? Ja, populair. Ja, in de bio zeker. En gangbaar wordt hij ook meer geteeld. Ja. Maar, hoe komt dat in de bio eigenlijk? Dat het zo, is het een makkelijke plant? Of, heeft ook zijn zorgen natuurlijk. Bio wordt natuurlijk wat meer verschillende groentes geteeld in het algemeen. Ja. We hebben erachter pastinaak staan. Gangbaar nauwelijks geteeld. En bio is daar gewoon een aardige markt voor. Ja. Pastinaak is ook wel hartstikke nieuw. Zo lekker trouwens. Ja, het is niet nieuw, een heel oud gewas, maar wel nauwelijks geteeld. Ja. Het meidenverdriet heette dat vroeger, geloof ik. Oh, dat... Ja, want die meiden op die grote herenhuizen, die moesten dan de pastinaak schoonmaken. Ja. Nou, die zaten eronder. Dat was één grote vieze glierbende. Ja. En meidenverdriet. Ja, dat zullen we onthouden als we op die beurt liggen tonkruid bieden. Ja. Ja, geweldig. Ja. Wat doe je? De grond laten zien. Dat hoorde je als bioboer, hè. Toch even naar de grond. Oh, is dat zo? Ja. Dit is wel een hele mooie grond, hè? Ja, dit is een hele mooie grond, ja. Dit is ook niet echt zwarte klei of zo. Dit is... Ja, we hebben verschillende. We hebben lichter, we hebben zwaarder. Ja, alles heeft zijn bekoring, hè. Ja. Lichte grond die bewaart wat lastiger. En de zware grond die komt er
komen ze gewassen wat slechter aan de loop. Het is wat moeilijker om ze, ja, om ze aan de loop te krijgen, maar dan heb je ook wat. Dan staat het er ook en dan heb je echt voor de lange bewaard. Het is goed als groenten of gewassen moeten vechten, hè, uiteindelijk. Ja, ze moeten wel wat voor doen om het op te halen. Ja, ja. Dus deze knolselderij die zal in december weggaan. En van de zware grond van de andere boerderij die doen we voor de lange bewaar. Ja. En dat ligt nu nog in de schuur? We hebben nog één keer sjachten gehouden voor in ons winkeltje. Niet? Ja. En dat is een jaar oud? Nou, die zijn in november gehoogd. Ja, ja, nou ja. Dus een half jaar, tussen planten en nu opeten zit meer dan een jaar. Ja, dat hoef je met bloemkool niet te proberen. Nee, bloemkool is geen bewaargroente. Dat wordt van die museumstuk. Hè? Ja, alles, jongen. Ja, dat is 2 weken, dat is klaar. Ja. Prachtig. Nou, bedankt dat ik even mag kijken. Leuk dat je geweest bent. Wie de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door Abiant Oetsendgroep.